Hey, ik ben Jip van der Toorn en ik heb in 2019 de Fiep Westerdorp Stimuleringsprijs gewonnen. Ik won de prijs met het idee om materiaal een grotere rol te laten spelen in mijn illustratieve werk. En dat was naar aanleiding van kussens die ik had gemaakt. Dat waren ongepaste kussens die ik had geborduurd met een piemel en billen erop. En wat ik eigenlijk wou zeggen met die kussens was, er is zoveel vrouwelijk naakt geweest in de kunstgeschiedenis, gemaakt door mannen in een mannelijke kunstvorm. Dat ik dacht, hoe zou het zijn als ik mannelijk naakt maak in een hele vrouwelijke kunstvorm? Dus ik ben blote billen en blote piemel gaan borduren. En eigenlijk merkte ik dat die associaties die een materiaal met zich meebrengt, dat dat heel veel kan toevoegen aan een illustratie. Dat dat een soort derde laag is. Dus door die associaties vertelt het gewoon een nieuw verhaal. En ik dacht, wat als ik nou met andere verhalen wil gaan vertellen en dat ik die materiaalkeuze, dat ik dat meeneem. Dus ik ben keramiek cursus gaan doen, dat ik dacht, oké, ik wil allemaal dingen met keramiek gaan doen. Ik ben dingen gaan breien. Allemaal omdat dat een soort derde laag gaf aan de verhalen die ik wou vertellen. Ondertussen deed ik ook al wel editorial werk voor kranten en tijdschriften. Dus wel af en toe voor het Parool dingetjes, heel af en toe voor de Volkskrant. Maar dat liep ook niet echt zo'n vaart. Ik had die prijs gewonnen en daar was ik super blij mee. En toen had ik ineens ook een paar maanden gewoon geen opdrachten. Dus toen heeft de VIP-prijs ervoor gezorgd dat ik mijn boodschappen kon doen. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor, want anders leefde ik nu niet meer. Maar toen kwam ineens de pandemie en toen dacht ik, ja, nu is het gewoon over. Want als er een dodelijke pandemie is waarin allemaal mensen doodgaan, wie heeft er dan nog een tekening nodig? Dus ik dacht, ja, ik word verplaatst door stokfoto's en dit was het. Alleen toen kreeg ik dus ineens heel veel belletjes, wat ik ook niet had verwacht. Maar dat kwam dus doordat heel veel kranten en tijdschriften, die konden geen fotoshoots meer doen. Omdat je dan allemaal mensen bij elkaar moet hebben en je moet reizen en zo. En dat kon dus niet. Dus ik kreeg ineens heel veel opdrachten voor illustraties, omdat dat de enige manier is om beeld bij je artikelen te hebben. Nou, toen gebeurden er dus allemaal dingen in een soort sneltreinvaart. Want ineens zat ik bij Kunststof om over mijn werk te praten. Super eng. En ik heb een expositie gehad in Beeld en Geluid. Met al mijn beeldcolumns over corona. En mijn kussens die zijn in Museum De Fundatie gekomen bij een expositie. En bij Villa Media had ik een interview van 14 pagina's. Een interview in de Volkskrant met allemaal foto's erbij. Dus zulke soort dingen had ik van tevoren niet aanzien komen. En dat is ook allemaal gebeurd door de Fiep Westerdorpprijs, want daardoor heb ik me totaal daarop kunnen focussen en me kunnen professionaliseren. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb gewoon een hele grote springplank gehad om te kunnen doen wat ik allemaal super vet vind. Dus dat is heel leuk. Nou, dus dit is voor de VPRO-gids. Daar heb ik nu één keer per maand een illustratie in bij de kijker. Heb ik dan een spread. En voor de Volkskrant doe ik vaak voor de V nog de cover. Deze gaat over populisme. Deze was een cover van het Parool toen corona er net was en we elkaar ellebogen moesten geven. En toen... Hé, ik ben helemaal matchy. V. En voor het Parool ook ging over slechte wifi. En over dat filmpjes dus heel erg lang duren om te laden. Dus ik dacht, wat nou als ik een afbeelding maak die ik dan nog moet laden op de krant. En deze voor de VPRO-gids, de cover. En dat is echt mijn droom vanaf dat ik 8 ben, sinds we de VPRO-gids hebben. Mijn moeder heeft het dus allemaal bewaard. Dus dit is de plakmap van mijn moeder. Dus elke week komt er op zaterdag in een hoekje van de krant, heb ik mijn plek om dingen te zeggen. Met mijn naam erboven ben ik best wel trots op eigenlijk. En we zijn nu in de Moving Gallery in Utrecht en daar wordt mijn werk geëxposeerd. En daar heb ik... Oh, hallo. daar heb ik mijn kussens staan en mijn beeldcolumns. En Danny.
Hier staan mijn kussens en hangen wat beeldcolumns en ook een trui die ik heb gebreid. Ook naar aanleiding van hetzelfde idee van de kussens, van het materiaal, hoe materiaal mee kan werken in het verhaal dat je wil vertellen. En met de trui ben ik eigenlijk begonnen met het idee dat ik dacht, ja, vrouwen mogen helemaal niet met ontbloot bovenlijf over straat en bij mannen vinden we het allemaal prima. En bij vrouwen zijn borsten ineens een soort seksueel object. De reacties die ik krijg op de kussens en ook op de trui is vooral van, oh kijk, een piemel, hahaha. En dat snap ik ook wel aan één kant, maar aan de andere kant is het ook wel een beetje pijnlijk. Want als je vrouwelijk naakt hebt in de kunst, dan is dat niet het geval. Vrouwelijk naakt zijn we heel erg gewend om te seksualiseren of om zo af te beelden. En als je mannelijk naakt hebt, is het meteen een grap. Terwijl dat is best wel dubbel. En nu komt er een jipboek. Fucking spannend. Ik heb net een contract getekend bij uitgeverij Podium. Dus in november 2022 komt er een boek van mij in de winkel. Ja, ik ben de VIE-prijs gewoon ontzettend dankbaar. Want door hun ben ik nu waar ik nu ben. En ik denk dat zonder die hulp van de VIE-prijs was alles veel ingewikkelder geweest en had alles veel langer geduurd. En hierdoor heb ik gewoon totaal kunnen focussen op waar ik op wil focussen en op wat ik wil doen. En ik heb me heel erg kunnen ontwikkelen en heel veel mogelijkheden gekregen daardoor. En ik ben Joya heel erg dankbaar. Ik ben Anneke heel erg dankbaar voor alle support en alle weirde belletjes van me af en toe. Ik ben Max dankbaar. Ik ben Ted dankbaar. Het is, ja, het heeft me gewoon ontzettend veel gebracht. En ik denk dat zonder de VIE-prijs, dat ik niet nu hier zat zoals ik nu hier zat. Dus dank jullie wel.